valt mij op dat er plots ineens een nieuwe vlag is verschenen in ons half front. Laat mij heel duidelijk zijn, geen enkel probleem met de vlag van de Vlaamse gemeenschap, maar het logo van de Vlaamse gemeenschap staat zoals elke week gewoon achter u. Daar kunnen we absoluut fier op zijn, maar ik zou graag toch even uitleg krijgen waarom dat die vlag daar nu vandaag extra staat. Ik ging ervan uit dat dit een evidentie was in het Vlaams parlement. Als dat niet zo is, dan nodig ik u uit om dit als een punt op de agenda van het eerstvolgende uitgebreid bureau op maandag te plaatsen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een probleem zou zijn met de vlag van de Vlaamse gemeenschap in het Vlaams parlement. Net zoals de Belgische vlag geen probleem is in het federale halfrond. Net zoals de Europese vlag geen probleem is in het Europese parlement en zoveel andere landsvlaggen geen probleem zijn in de respectievelijke parlementen van Europa. Ik heb als voorzitter de beslissing genomen om het symbool van ons land, de vlag van ons land, van onze volksgemeenschap, de officiële vlag van Vlaanderen, hier te plaatsen. Ik neem akte dat u zich daaraan stoort. Voor mij is dit een evidentie en ik laat die vlag staan waar ze staat. We gaan het debat, meneer Tobak. Dames en heren, hierbij afsluiten. Meneer Tobak, ik heb u het woord niet gegeven, voor alle duidelijkheid. Ik heb het u gevraagd. Vraagt u de schorsing? U heeft het mij te geven. Vraagt u de schorsing? Het parlement. U vraagt de bijeenroeping van het bureau? Ja. Dan zullen we met het bureau bijeenkomen. Dames en heren, we hervatten onze zitting. Mijn excuses voor het korte oponthoud. Maar het bureau heeft beslist dat we in de huidige setting kunnen onze vergadering verder zetten en dat de kwestie zal geagendeerd worden. Op vraag van de Groen en de Vooruitfractie op de eerstvolgende vergadering van het uitgebreid bureau. Dat is maandag aanstaande.